Dinsdag 5 oktober 2021. Ik ben Axel van BTC Direct en we zijn weer één dagje verder in misschien wel het beste kwartaal ooit. Wie zal het zeggen? In ieder geval historisch gezien, vierde kwartaal van het jaar altijd een goed kwartaal. En dat geldt voor nu in ieder geval tot zover ook. Hoe dat zit, gaan we dadelijk bekijken in de technische analyse voor Bitcoin. Want we hebben weer een mooie mijlpaal bereikt vandaag. Dat kan ik wel alvast verklappen. En ook wat betreft het nieuws gaat weer alle kanten op. Natuurlijk het nieuws dat betrekking heeft op crypto en economie. Zo gaan we daarin vandaag bespreken. Mark Zuckerberg die verliest miljarden in slechts enkele uren tijd. Misschien weet je al waar dat mee te maken kan hebben. Bitcoin is wederom tot zover dit jaar in ieder geval de beste investering die je had kunnen doen. Een overzicht van NYDIG pakken we erbij. Mt. Gox, slachtoffers, ga stemmen. Vrijdag verloopt een belangrijke deadline. Heb je daar iets mee te maken? Blijf zeker even hangen, dan weet je wat jou te doen staat. XRP-investeerders, niet welkom bij de rechtszaak. En de rekenkracht van Bitcoin herstelt weer flink op het niveau van eind 2020. En daar gaan we ook direct het fijne van bekijken en erbij pakken. Want die hashrate op het netwerk van Bitcoin die blijft zich gelukkig sterk herstellen. Nadat we daar natuurlijk een enorme daling te verduren hebben gehad. Dat had alles te maken met het Chinese miningverbod waar vanaf afgelopen mei sprake van was. Daardoor viel ruim 50% van alle rekenkracht in een hele korte tijdsperiode weg. Dus dat had nogal een impact natuurlijk op de hele infrastructuur, het hele ecosysteem van Bitcoin. Maar inmiddels bevindt die hashrate zich gelukkig weer op het niveau van eind 2020. En het lijkt er dus op dat een heel groot deel van die weggevallen mining power inmiddels elders, misschien wel elders op de wereld, grote kans zelfs, een nieuw onderkomen heeft gevonden. En dat ze vanuit daar gewoon weer kunnen gaan opereren als vanouds. Die rekenkracht is natuurlijk heel belangrijk, want dat zorgt uiteindelijk voor de veiligheid van het hele Bitcoin-netwerk. Hoe hoger die rekenkracht is, hoe veiliger het Bitcoin-netwerk is. En om dat netwerk te kunnen manipuleren, want daar gaat het natuurlijk om, heb je namelijk tenminste 51% van alle rekenkracht nodig. Nou ja, dat wordt natuurlijk alleen maar moeilijker naarmate de hoeveelheid rekenkracht die beschikbaar is hoger is. En de laatste data van Glassnode, deze grafiek is daar ook uit afkomstig, laat dus zien dat die rekenkracht uiteindelijk weer met 39% is hersteld sinds het dieptepunt eind juli. Dus dat gaat weer de hele goede kant op. Is de grootste stijging ook die we daarmee te pakken hebben sinds december 2018. Natuurlijk ook een beweging die je hoopt en misschien zelfs wel een beetje verwacht nadat er zoveel is weggevallen. Maar gelukkig gaat dat dan ook volgens het boekje, want dat is natuurlijk altijd maar even afwachten. Niet gek overigens ook, want we zien tegelijkertijd dat de omzet van miners ook weer flink aan het toenemen is. Daarvoor deze tweede grafiek ook weer afkomstig uit datzelfde rapport van Glassnode. Want de stijgende koers van Bitcoin natuurlijk, die draagt eraan bij. Ook de toenemende drukte op het Bitcoin-netwerk, dat draagt er allemaal aan bij. Want zo zagen we eerder nog dat het flink was teruggevallen, die omzetten voor miners. Je ziet hier dat het over september weer flink is toegenomen. In die periode is het gemiddeld weer tussen de 40 tot 48 miljoen Amerikaanse dollar winst voor miners per dag. En dat heeft hier rondom juli nog aanzienlijk lager gelegen. Toen lag dat zo rond de 20 miljoen Amerikaanse dollar per dag. Nou, al met al, dit hele rapport van Glassnode concludeert dan ook terecht. Ondanks dramatische verschuivingen in de miningmarkt, meerdere diepe prijscorrecties en een Bitcoin-halvering die we ook nog achter de rug hebben in mei 2020, blijft de waarde van de Bitcoin-blokbeloningen stijgen. Daardoor zijn er steeds meer stimulansen voor de markt om zich aan te passen, te innoveren en te herstellen. En dat is dus ook precies wat er allemaal in de praktijk gelukkig ook gebeurt. En daar sluit dit bericht wel fantastisch op aan. Bitcoin blijkt namelijk weer de nummer 1 investering, in ieder geval tot zover over 2021. Qua rendement al natuurlijk heb ik het over. Want ondanks dat het de afgelopen tijd soms anders heeft gevoeld, doet Bitcoin het nog steeds echt ontzettend goed over 2021. De prijs staat sinds begin dit jaar nog altijd bijna 50% in de plus. Realiseer je dat goed? En dat allemaal ondanks natuurlijk verschillende en meerdere correcties en grote gebeurtenissen ook, die lang niet altijd even positief leken voor crypto, doet hij het nog steeds heel erg goed. Deze vernieuwde ranglijst van NYDIG die laat zien dat Bitcoin op dit moment officieel de best presterende asset van 2021 is. Die vinden we hier namelijk terug op positie 1. Daar moet ik ook eerlijk bij zeggen, dat heeft ook te maken met de groei van zo'n 15% in de waarde van Bitcoin over alleen al de afgelopen 5 dagen. Dat doet er natuurlijk goed aan, maar dan nog doet hij het echt ontzettend fantastisch.
Deze ranglijst op dit moment een winst op jaarbasis van 49,1% aan Bitcoin toegedicht. Loopt deze crypto dus nog zo'n 13% mee voor op de nummer 2. Dat zijn dan commodities. Die noteren ook een hele flinke plus van 36,7% op dit moment. Daarna gaan we hier de nummer 3 zien in deze ranglijst. Dat zijn de US microcap bedrijven. Noteren ook een mooi positief resultaat van 32,4%. In ieder geval voor de eerste 3 kwartalen dus van dit jaar. Maar Bitcoin steekt daar ook die 2 en 3 achter zich gelaten met kop en schouders natuurlijk bovenuit. En veel verderop in deze lijst, dan heb ik het uiteindelijk over de 15e plek, vinden wij hier terug de Europese aandelen. Een plus van 10,3%. Hartstikke mooi. Maar ja, valt natuurlijk wel een beetje in het niet van al dit groeigeweld hierboven. Cash is tot slot de hekkensluiter. In ieder geval die de nullijn vormt. Dus niet helemaal de hekkensluiter zelfs, want daaronder gaat de lijst nog gewoon door. Met assets die het zelfs voor elkaar hebben gekregen om negatief te presteren in de eerste 3 kwartalen van dit jaar. Daar vinden we verschillende obligaties terug, misschien niet heel gek. Maar opvallend genoeg zien we daar ook een aantal bekende grondstoffen. Zoals bijvoorbeeld goud. Die is hier de op 1 na slechts presterende uit deze hele lijst. Rendement van min 7,9%, sorry Peter Schiff. Maar op de laatste plaats, daar kan het nog een stuk slechter. De edelmetalen met een min van maar liefst 18,2%. En zoals je weet, historisch gezien is dit 4e kwartaal natuurlijk een prachtig kwartaal voor Bitcoin. Dus wie weet wat dat nog allemaal in petto heeft voor crypto. Maar het ziet er tot nu toe zelfs al heel erg goed uit. Waar het er iets minder goed, ook niet heel slecht uitziet. Maar dat is in ieder geval bij deze laatste update wat betreft de rechtszaak die de SEC al een lange tijd aan het voeren is tegen Ripple. Want XRP-investeerders die zijn niet welkom in deze rechtszaak. Laatste update dus weer even sinds tijden, zo voelt het inmiddels weer. De rechter Annalisa Torres die heeft gezegd dat die XRP-investeerders zich dus niet als gedaagde bij deze rechtszaak mogen gaan voegen. Aantal XRP-investeerders die had hier eerder wel actief om gevraagd. Die wilden namelijk die mogelijkheid krijgen als gedaagde in die zaak te verschijnen om Ripple te kunnen steunen in deze strijd tegen de SEC. Maar die kans die wordt ze dus ontnomen. Dat is bij deze afgekeurd. De rechter die heeft namelijk besloten dat het toelaten van die XRP-investeerders tot de zaak de SEC ertoe zou verplichten eigenlijk om handhavingsacties tegen hen te gaan ondernemen. En het zou, deze inmenging dus, een verdere vertraging van deze rechtszaak kunnen gaan betekenen. Terwijl Ripple en die XRP-houders er nou juist heel veel belang bij hebben dat het snel wordt afgewikkeld. Dus al die zaken hebben ze hier in deze overweging meegenomen en daarom gezegd, nee, dit gaan we niet toestaan. Maar de rechter die biedt in diezelfde uitspraak wel een soort uitweg voor die investeerders. Ze zegt namelijk, jullie kunnen wel deelnemen als amicus curiae. Dat is een juridische term voor een partij die niet betrokken is bij de rechtszaak. Dat dan niet, maar wel toestemming heeft van die rechter om te adviseren of om informatie te gaan verstrekken. Nou, die positie zouden ze dus wel mogen gaan bekleden binnen deze zaak. Maar ja, dat zou dan iets zijn wat het wel goed in evenwicht brengt, stelt zij, binnen deze zaak. En met name ook een verdere vertraging op korte termijn kan voorkomen. Dus deze uitspraak die volgt nu eindelijk op de motie die die houders dus afgelopen maart al hebben ingediend. Niet wat ze wilden, maar misschien nog een kleine escape om toch nog een klein beetje een stempel te kunnen gaan drukken op deze zaak. Tot zover weer de laatste update in ieder geval in de SEC versus Ripple. Belangrijk bericht rondom de hele afwikkeling van het faillissement van Mt. Gox. Want dat duurt inmiddels al zo'n 7 jaar, dus ze lijken daar alle tijd te hebben. Maar het einde komt langzaamaan misschien toch steeds een klein beetje meer in zicht. Ik hou het voorzichtig, want dit denken we al 7 jaar. Maar wat er nu in ieder geval gaande is, tot en met aanstaande vrijdag 8 oktober is dat, kunnen benadeelden gaan stemmen over het terugbetalingsplan zoals dat er nu ligt. En dat is best wel belangrijk om te doen. Want zoals je ook in deze tweet van Adam Back ziet, wordt iedereen die niet stemt, of in ieder geval, wordt eigenlijk de stem gewoon als nee geregistreerd. Dus niet stemmen is niet zo dat je dan niks laat weten. Nee, dan noteren ze gewoon een nee voor je. Dus dat is even goed om je te realiseren. En om dit plan in werking te laten treden, moet er door tenminste 50% van de geclaimde waarde. Want het gewicht van je stem is afhankelijk dus van de geclaimde waarde van jou. Je moet met yes, dus actief met yes, hebben gestemd. Anders gaat dit plan ook weer van tafel.
Heeft dit dus betrekking op jou? Heb jij nog een appeltje te schillen bijvoorbeeld met Mt. Gox? Heb jij daar nog oude fun staan die je graag terug wil zien? Ja, zorg dan dat je de stukken nog even heel snel goed gaat doorlezen. Het liefst ruim voor de aanstaande vrijdag deadline ook je stem doorgeeft. Ook raad ik je niet aan om dat last minute te gaan proberen. Zoals hier verderop door Adam Beck ook wordt onderschreven. Want ja, je weet nooit wat er allemaal op je pad kan komen. Serverproblemen, verbindingsproblemen, verloren wachtwoorden, wat dan ook. Nee, zorg er dus voor dat je er even goed voor gaat zitten, het goed gaat lezen, je stem gaat uitbrengen, wat je ook wil, maar in ieder geval iets laat weten. Want dat zou kunnen gaan zorgen dat dit hele Mt. Gox verhaal, dat al 7 jaar slepende is, weer een stapje dichter bij een daadwerkelijke uitbetaling kan komen. Mark Zuckerberg, de topman van Facebook, die kan zo'n uitbetaling op korte termijn misschien ook alweer gebruiken, want hij verliest miljarden in slechts enkele uren tijd. Dat is gisteren gebeurd, niet al de beste dag dus voor deze beste man. Verloor zo'n 7 miljard Amerikaanse dollar, 6 miljard euro aan vermogen. Mede als gevolg van de enorme storing die Facebook en enkele andere van hun diensten gisteren te verduren hebben gehad. Aandelen van het bedrijf die daalden namelijk zo'n 5% als gevolg hiervan. Geschatte vermogen van Zuckerberg dat daalde daardoor ook naar slechts 121 miljard Amerikaanse dollar. Daardoor zakte hij zelfs weer onder Bill Gates. Ja, je zal het maar hebben. Moet Mark het momenteel doen met de 5e plaats. In ieder geval op de rijke lijst. En deze extra daling komt dan eigenlijk ook nog bovenop een eerdere daling. Die al veel eerder is ingezet. Want sinds medio september zou Zuckerberg al zo'n 19 miljard Amerikaanse dollar hebben verloren aan waarde van zijn aandelen. Dat heeft hij zien verdampen. De oorzaak was deze keer wel veel abrupter en veel duidelijker, want ze hadden gisteren dus wereldwijd urenlang te kampen met een enorme storing. Niet alleen voor Facebook was dat vervelend, maar ook andere diensten van het bedrijf, zoals bijvoorbeeld Instagram en WhatsApp, die waren daardoor voor de meeste mensen helemaal niet bruikbaar verschillende uren lang. Facebook kan daarover nog steeds niet echt zeggen wat er nou precies aan de hand is geweest. Verschillende veiligheidsexperts die hebben daar wel tegen Reuters al hun blik en visie op gedeeld. Die zeggen dat het mogelijk een interne fout betreft. Zelfs sabotage van binnenuit sluiten ze niet uit. Wat ze wel heel onwaarschijnlijk lijkt is een hack van buitenaf. En dat is misschien wel weer een soort troost voor velen. Want dat lijkt er dus tot zover in ieder geval niet aan de orde te zijn geweest. Behalve die hele vervelende situatie is er nog een extra omstandigheid die kan hebben bijgedragen aan die daling. Toch wel behoorlijke daling van 5% in een dag tijd. Facebook kreeg namelijk ook nog beschuldigingen naar haar hoofd vanuit een klokkenluider dat het bedrijf de bestorming van het Capitool afgelopen 6 januari actief zou hebben gesteund en er actief aan zou hebben bijgedragen. Die beweringen die zijn alweer afkomstig van een oud medewerker van het bedrijf, Frances Haugen. Zij zal vandaag vanmiddag voor een deelcommissie getuigen over een ander onderzoek gedaan door Facebook. Misschien dat daar ook nog meer door naar buiten komt. Wordt nog even spannend dus. Waar dat lang niet meer zo spannend is, want het lijkt allemaal voor nu in ieder geval de goede kant op te gaan vallen, is in de koersen. Koersen op tradingview.com. Want wij kijken nu natuurlijk naar de Bitcoin-koers. Ook nu gewoon weer uitgedrukt in Amerikaanse dollar. En dan om te beginnen weer even de weekcandles. En dan zie je het al groot groen. Vorige week 11,65% erbij. Deze week nog jong, maar in slechts 2 dagen weet hij er ook al zo'n 4,3% bij te snoepen. Op weg en zelfs voorbij het volgende Fibonacci niveau zoals je hier ziet. Dat is de retracement in ieder geval van deze top tot dit dal. En dan zie je dat we hier weer een belangrijk niveau hebben weten te overbruggen. Nadat we daartussen, wat je op weekniveau nog niet zo goed ziet, maar zometeen wel een aantal belangrijke andere niveaus hebben weten te overstijgen. Daar eens even wat verder naar gaan kijken, bijvoorbeeld naar de 1-dag grafiek. Ja, dan zie je het hier al heel kort. We komen hier eerder met toch aardig wat groeigeweld uit deze formatie gebroken. Klappen we in één keer door naar dit gebied. Dan gaan we hier, wat je misschien op de 4 uur nog wat beter kan zien, ja, deze soort van bullflag vormen. Daar lijken we hier in de eerste instantie uit te breken. Lukt niet, gaan hier binnen nog verder bewegen. Maar gisteren in de avond lukt dat wel. En dan zie je dat we in 1 candle van 4 uur tijd 3,29% daarbij snoepen. Gaan wij toch echt richting die $50.000. En dat is ook precies wat we op dit moment boven handelen. Jawel, dames en heren. Het is weer zover. We spreken er alweer langer over. Die 50k. Zou het niet mooi zijn als? Nou, dat is vandaag dus gelukt. Nu $50.250 Amerikaanse dollar per stuk. Daarmee lijken we deze belangrijke Fibonacci-lijn dus ook te gaan overwinnen. Eindelijk weer eens. Laten we wat verder gaan inzoomen overigens op de 1 uur candles.
Want wat we hier trouwens nog niet hebben bekeken, dat ga ik zo meteen nog even op weekniveau laten zien, is dat we ook in een veel groter plaatje een aantal belangrijke bewegingen hebben gezien. Maar eerst gaan we nu even kijken naar de beweging die hier voorafgaand aan deze stijging is gegaan. Dat had te maken met dit Fibonacci-niveau, maar dat we toch aardig tegenaan gehikt hebben. Daarnaast hadden we natuurlijk nog die parallele trendlijnen die naar beneden toe bewogen. Dit is een belangrijk niveau voor handelaren sowieso en daar hebben we nu dus afstand van weten te nemen. En je ziet dat dat ook direct gepaard gaat met de nodige positiviteit. Hier kwam sowieso een hoop samen, natuurlijk ook de resistance van deze lijn van onderaf. Nou, die doorbreken we hier eigenlijk in dit kruispunt precies. Kunnen we in één klap door naar dit gebied, zo voor in die 49k. En als we daar helemaal klaar mee zijn, kunnen we echt door naar die 50.000 Amerikaanse dollarlijn. Daar is nu het wel weer even spannend, het gevecht gaande van kunnen we daar weer verder doorheen gaan breken. Je ziet hier dat we er in de eerste instantie al een beetje bovenuit piepen. De paar honderd dollar, dan zakken we weer iets terug tot echt net onder die 50k. Opnieuw op dit moment een kleine versnelling aan het inzetten om te kijken of dat er genoeg koopkracht is in de markt om daar weer doorheen te beuken. Door te gaan naar volgende niveaus die daar weer boven liggen. Wat ik u nog willen laten zien op weekniveau, is dat we hier natuurlijk weer een higher low te pakken hadden ten opzichte van hier. Hier hebben we weer een higher low te pakken, wel weer een lower high ook. We weten nog niet boven dat vorige hoogtepunt uit te komen, maar als we die beweging nu kunnen gaan voortzetten, het zou bijvoorbeeld net zoals hier een uitbraak uit deze formatie weer zo'n mooie groeiperiode tot gevolg kunnen gaan hebben, dan zou het zo eens kunnen dat we dadelijk weer een keer een higher high kunnen gaan noteren en dus echt weer op weg kunnen naar nieuwe hoogtepunten. Maar daarvoor zie je wel, moeten we hier deze lijn, het meer recente hoogtepunt dat we hier hebben gezien, wel gaan zien te doorbreken. Dan moeten we dus echt door die 52.000 Amerikaanse dollar heen breken voordat we weer naar dit niveau richting die 60k kunnen, om vanuit daar weer te gaan voor die nieuwe hoogtepunten. Dat is in ieder geval wat ons staat te doen. Daarvoor is op dit moment hier dus een belangrijke beweging gaande in die 50k waar dat we nu mee aan het uitvechten zijn. Daar bovenuit komen, liefst met een mooie support en dan door omhoog is natuurlijk het meest bullish scenario. Zou ook een voortzetting zijn van de bullish scenario's die we de afgelopen periode constant hebben besproken. Dat lijkt nu toch uit te gaan komen. Als het nou niet gaat lukken, het is nog te stevig. Nou ja, dan gaan we mogelijk hier rondom dit gebied, zie je wel dat er daar nog wat te beleven valt in de markten. We hebben hier ook eerder gezien als lokaal hoogtepuntje nadat we hier in de eerste instantie leken uit te breken. Voor die 49.000, waardoor we dan hopelijk wederom een support kunnen gaan vinden. Daaronder hebben we in ieder geval de volgende Fibonacci-lijn. Hier rond die 48.000 lopen, komen we weer in dit hele belangrijke handelsgebied terecht. Dat een beetje tussen deze twee lijnen ligt. 47.000, 48.000, waardoor we dan toch bijna ongetwijfeld wel een stevige support kunnen gaan ontmoeten. 50.000 Amerikaanse dollars per bitcoin. Wat een mooi magisch getal is dat. En ook precies het getal dat we vandaag tot zover in ieder geval weer hebben weten te doorbreken. Mooie dag dus. Kunnen we dit morgen en de rest van de week weer voort gaan zetten? Ja, dat weet nu nog niemand. We hopen het wel. Maar dat ga ik je iedere dag weer helemaal hartstikke live vertellen. En dat natuurlijk hier op het YouTube kanaal van BTC Direct. Zo ook morgen. De week alweer halveren trouwens. Ben ik er ook weer voor je. Ik hoop je hier dan ook weer terug te zien. Subscribe jezelf op het kanaal. Duimpje omhoog. Mag altijd. Dan geniet van vanavond. En zie ik je morgen gewoon weer hier. Tot dan. Doeg.